Het aantal personen dat in overheidsquarantaine is, staat op 509. Van dit aantal is bijkans 100 illegaal in ons land. Dit zei kolonel Jerry Slijngaard, coördinator van het NCCR. Volgens Slijngaard hebben mensen het gevoel dat zij lekker vakantie kunnen houden in Suriname, terwijl zij in quarantaine zitten. Hij geeft aan dat dit zo niet door kan gaan. De mensen komen volgens Slijngaard bewust naar Suriname om opgepakt te worden en op een mooie plek de quarantaine uit te zitten. We hebben ook een aantal andere lijnen ontdekt. En het lijkt alsof de mensen beginnen vernuftig beginnen te worden. En dat is onder andere dat men SK-boten niet meer gebruikt alleen maar om vis te vangen. SK-boten zijn die houten bootjes, maar de SK-boten die worden veelal nu gebruikt om mensen te transporteren. En de mensen die komen uit Guyana, en ik ga de dingen gewoon zeggen, ik denk dat het goed is. We hebben prostituees die aan boord gaan van de SK-boten. En dan worden ze, dat wordt nu hun werkplaats. Ze nemen een mooie matras mee, het gaat onder het zeil. Hun ding wordt gedaan en dan komen ze terug naar Suriname wanneer ze klaar zijn en wanneer ze hun geld hebben verdiend. Dus dat is de volgende kwestie. Natuurlijk, we kennen allemaal de grote toename van bevestigde gevallen in Guyana. En u begrijpt zelf wel dat Guyana een heel grote risicoland is voor ons. Dus we houden er heel ernstig rekening mee. Slijngaard geeft verder aan dat er niet alleen illegalen vanuit Guyana Suriname binnensluipen. In Belém, Brazilië, stijgt het aantal besmette gevallen zo significant dat zij het niet aankunnen. Zij worden dan op de een of andere manier naar Suriname gestuurd, zegt NCCR-topman. En ze komen in eerste aanleg met schoeners. En dan worden ze voor onze kust worden ze overgezet in SK-boten. De schoeners die komen namelijk gewoon naar binnen. En de SK-boten die brengen de mensen naar bepaalde landingsplaatsen en dan komen dus zo vinden de mensen hun weg naar Suriname. We hebben een aantal opgepakt, reeds. We kijken het aan en u zal begrijpen dat we deze situatie niet al te lang meer kunnen blijven volhouden. Omdat we vaak de vinger op de wonde plek zullen zetten en natuurlijk ook een stukje verantwoordelijkheid bij de diverse hier geaccrediteerde posten zullen met hun zullen communiceren, dat we zullen kijken hoe we gezamenlijk dit fenomeen zullen kunnen stoppen. Ik wilde dit per se ook wel even doorgeven vandaag, omdat het kost de staat Suriname verschrikkelijk veel geld. En het is niet te zuinig veel geld. Kolonel Jerry Slijngaard, coördinator van het NCCR. Hij sprak gisteren tijdens de COVID-19 persconferentie van de overheid. Hij had het over het aantal illegalen dat in overheidsquarantaine zit en dat dit fenomeen niet door kan gaan.